Goedemorgen. Echt enorme wollen heb ik vandaag. Maar gisteren hadden we dus de kroegentocht. We waren niet super laat terug, een uurtje of twee. Maar we wilden wel heel graag ontbijten. Dus we hadden gewoon de wekker gezet om 8:30. Maar daarna dachten we, toch nog maar even 2 uurtjes slapen of zo. Maar nu gaan we wel lekker naar het zwembad. Want het is eigenlijk gewoon zonde, want het is natuurlijk vet lekker weer. En we hebben ons al ingesmeerd. En de handdoeken liggen klaar. Dus we gaan weer op naar het zwembad. Oh ja, en trouwens, het valt jullie misschien wel op. Maar deze vakantie. Tot nu toe in ieder geval. We gaan nog wel iets doen. Maar we doen niet zo heel veel. Maar dat was ook een beetje het doel. Gewoon een relaxed vakantie van een weekje. Want mijn zusje heeft natuurlijk al 5 maanden gereisd. En ik ben ook al naar Bali geweest. Voordat we gingen verhuizen met Marco. Heb ik ook van alles gezien. En we zijn hier allebei ook al meerdere keren geweest. Dus vandaar. Even lekker aan het chillen in het zwembad. Een pierenbadje. Ga ik denk ik ook doen. Echt een goed idee. Hoi, Sar. Dit zit eigenlijk helemaal niet zo. Nee. We hebben een lekkere Magnum gehaald. Almond Magnum. Echt super fijn. Want we hadden al een hele tijd zin erin. Maar op de een of andere manier hebben we eigenlijk nog maar 1 keer een ijsje gehaald. Dat is best weinig voor op vakantie. Ik vind dat je op vakantie altijd iedere dag wel een ijsje moet eten. Dus hier gaan we even van genieten. We hebben een zinnetje aan van een webshop. Volgens mij Fashionize. Die heb ik al een tijdje. Ik vind hem altijd heel leuk over een bikini. En voor de rest, ja, eigenlijk helemaal niks. Dat is gewoon voor over een bikini. Maar ik dacht, laat ik even zien. En dan zien jullie vanavond ook weer in mijn outfit. Nu zit je dus toch achter die paal. Nou ja. Ik ga hem even opmaken. En deze toilettas vind ik echt zo chill. Ik had hem nog niet eerder gebruikt. Ik had hem bij de Primark gekocht. Maar je kunt gewoon echt in 1 keer alles vinden wat je nodig hebt. Dus hoef je niet zo te graaien. En hoef je ook niet eerst alles eruit te halen, weet je wel. Dus echt super handig. Als ze die nog hebben, is het zeker een aanrader. Het is wel zo, kijk, er past op zich best veel in. Dit heb ik er nu allemaal in zitten en dan kan die gewoon met het drukknoopje dicht. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je hem echt te vol stopt met de kwast of zo, dat hij niet meer dicht kan. Dus daar moet je wel op letten. Het is nogal donker, dus ik ga even in de badkamer mijn outfit laten zien vandaag. Dit is een nieuw blouseje van de Pull & Bear. En die heeft aan de achterkant van die soort van gekruiste bandjes. En daaronder een best wel oud shortje van de H&M. Maar volgens mij hebben ze dit model wel ieder jaar weer ongeveer. En weer mijn tasje met van die franjes. En mijn sandaaltjes van de Manfield. Wil je ook je outfit showen? Want het ziet er ook heel leuk uit. We hebben zo'n rotzooi. Eve heeft een topje van de H&M en een rok van de... Only of the Veil mode. Ja, dat weet ik ook nooit. In ieder geval erg leuk. Top. Allemaal katjes. Ja, die ook. Hier zag ik toen ook een hele mooie. Hele lieve oortjes. Kitty. Deze zat er heel rustig bij, maar nu is hij een beetje in paniek. Maar je ligt ook wel echt op het midden van de weg, lieve schat. Kijk uit. Ik heb mijn rabies. Zo, we gaan weer richting de haven. Want daar zitten alle leuke terrasjes en zo. En dan gaan we van een ijskoffie of een cocktail genieten of allebei. En we hebben er zin in. Dat heb ik echt 100 keer gezegd. Dat wil ik niet zeggen. Ik ga even opnieuw beginnen. Oké, we gaan nu naar de haven toe. En dan gaan we een ijskoffie nemen of een cocktail, toch? Toch? En gaan we met de donhoes? Nee. Lopen. Gaan we heen lopen en dan kunnen we terug altijd doen. Oké, we gaan heen lopen. Dat is ongeveer 3 kwartier. Maar we komen er wel. Wat hebben we net gehaald? IJs. Tweede ijsje van vandaag. Oh. Maar hé, we lopen nu al 40 minuten. Dus we hebben er ook allemaal wel af getraind. We hebben echt hard gelopen. Nu zijn we bijna in het centrum. Vaak zijn we er nu wel. Zo ziet die bar street er echt heel heftig uit. Misschien juist niet, omdat het klein is. Wel dat licht wat je daar zo ziet van die club. Nou, even en ik zitten hier gewoon op een bankje. Komt er een keer een jongen met zijn telefoon op de camera gewoon voor ons staan. Zegt hij, ja, mag ik een foto maken? Maar voordat we eigenlijk iets konden zeggen, was hij al begonnen. Ging de eerste foto met mij maken, toen met Eve. En toen was ze, oké, dank je, ik ga weer doen. Nou, zei er niet eens, hij liep gewoon weg.
Dus maar wij hadden ook niet geantwoord. Hij maakte gewoon een foto. Maar ja, wij kijken. Volgens hier gewoon. Oh. Ja, logisch daar. Ja, ik doe het ook heel vaak niet. Dus wij dachten, oké, okay, misschien wordt dit zijn nieuwe Facebook profielfoto of zo. Dat is echt heel grappig. Echt ongemakkelijk. Maar het is best wel rustig voor het hoogseizoen. En je merkt echt als je dan met twee meisjes bent, dat echt bij al die barretjes, het is echt een beetje vermoeiend. Af en toe is het echt moeilijk om aardig te blijven doen. Ook al weet ik dat het hier een beetje bij hoort. Maar sommigen gaan zo lang door. Ja, dit is dan niet zo erg. Het was gewoon een jongen. Dat is wel grappig. Maar wel een beetje raar, snel. Echt raar. Maar ik kon er wel even om lachen. Jee, ik heb net 30.000 abonnees bereikt. Superleuk. Benieuwd of het ook zo blijft. Of dat hij nog even terugzakt onder de 30. Weet je maar nooit. En nu zitten we lekker bij een terrasje. En we wachten op onze mojito. Ik hoop dat hij lekker is. You never know. Je hebt hier hele lekkere. Maar ook dat je denkt, zit er alcohol in. Dus we gaan het meemaken. Eigenlijk net zoals in Nederland dus. Even een moment of fame. Nou doe je het niet meer. Amsterdam, no. Dit is zo. Sorry. Nu gaat. Oh! Ja, volgens mij echt dat ik zo'n kruis. Oké, helemaal dubbel hier. Strekt zich gewoon ook niks aan van iedereen hier. Dat is zo. Sarah vindt het wel heel gênant. Nou, nee hoor. Ik vind het gewoon heel grappig als je doorgaat. Ik vroeg net, op een schaal van 1 tot 10 hoeveel schaam... Ik moet daar kijken. Op een schaal van 1 tot 10 hoeveel schaam je voor me? En ze zei... Ik zei heel veel, maar dat... Ja, ik vind het juist heel grappig, maar ik zou het echt nooit durven. Dus daarom vind ik het leuk. Ik was de vlog weer een beetje vergeten af te sluiten. Dus dat doe ik bij deze nog even. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En bedankt voor het kijken. Doei doei!